Hoe maak je de allerlekkerste kaas? Door geen concessies te doen aan de smaak. En dat begint bij het beste gras. De Beemse polder behoorde in 1600 nog tot de zee. Deze voedzame bodem zorgt nu voor heerlijk gras. En dat proef je terug in de melk van onze koeien. De lekkerste melk die er is. We hechten veel waarde aan gelukkige en gezonde koeien. Onze koeien staan zoveel mogelijk in de wei. En in de winter verzorgen we ze extra met lichtbedden en koeborstels. Hoe beter je voor die koe zorgt, hoe beter zorgt koe weer voor de boer. En zo denken al onze 460 veehouders erover. Met onze kleine boerencoöperatie beheren we de hele keten, van graspriet tot kaas. We nemen geen genoegen met minder dan de allerlekkerste kaas. Mooie frisse, romige smaak. Daarom maken we onze kazen op een ambachtelijke manier. Zo roeren we de wrongel nog altijd met de hand en geven we onze kazen alle tijd om rustig te rijpen. Dit zorgt voor de uitgesproken smaak en smedigheid waar Beemse kaas om bekend staat. Echte kaas maak je ambachtelijk, duurzaam en zonder concessies.